Morgen, welkom bij de nieuwe vlog. En vandaag gaan we weer een nieuwe vlogje maken. Ja, wat een tijdje geleden. En ik heb wel wat vlogjes gemaakt, uitzendvlogjes, maar dat was niks geworden, omdat het niet helemaal klopte met de lijnverhaal wat ik had gemaakt. Dus er was een beetje druk, een beetje chaos, dus ik heb wel wat gemaakt, maar daar kon ik niet echt wat mee maken, dus dat is wel jammer. Lekker een bak koffie uit mijn John Deere beker. Ik zet deze even hier neer, maar ik ga even een checkie draaien. Ja, roken is slecht. Als ik je tip mag geven, ga nooit, jonge kijkers, ga nooit en never nooit roken. Dat is zo slecht als ik weet niet wat. Ja, nee, serieus, roken is echt heel slecht. Ik heb zelf geprobeerd om af te komen. Je kan er heel makkelijk kan je roken, maar je kan ook heel moeilijk slapen. Nee, maar wat gaan we vooral doen? We gaan vooral aan het werk op de boerderij en we beginnen vooral met hem kalveren en de pinken voeren. Nou, die zullen wel buiten wezen of die zullen binnen wezen, of die zullen buiten wezen, dat maakt niet geen nummer uit. Maar goed, die moet beginnen met voeren. Daarna is het niet helemaal zeker wat we gaan doen. Ik was maandag ook kassie ziek. Ja, ik was maandag echt ziek. En ik weet ook niet voor de rest niet wat we nog meer gaan doen deze week, vandaag. Het kan weer een beetje trekkerwerk, kan weer een beetje balerijn, kan van alles weten wat we vandaag moeten doen. Maar dat is nog niet wel zo. Oh, sherry ook. Maar even zo. Maar dus, het is nog niet helemaal zeker wat we gaan doen vandaag. Ja, wat we wel weten, begin met koffie, voeren, et cetera. Ja, ik was maandag dus kassie ziek. Ik ben nog niet helemaal fit, maar... Echt, het komt wel weer goed. Ik zie er niet helemaal uit, maar dat maakt ook niet uit. Ik ben ook een lelijke boer, dat mag ik ook. Goed dat ik het zelf zeg. Maar goed. Even duidelijkheid, jonge kijkers, ga nooit roken. Doe het alsjeblieft niet. Ik ben ook begonnen, het gaat heel makkelijk, ik kan heel makkelijk beginnen. En je kan heel moeilijk stoppen. En ik heb heel vaak geprobeerd op te stoppen. Serieus. Maar dat lukt dan gewoon niet. En dat kost ook heel veel geld. Heel veel geld. Ja. Ach, nee. We weten dus niet wat we gaan doen vandaag. Nou, we zullen het wel zien. Veel leuk, duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en wat zullen we nog meer doen? Facebook, www.facebook.com/loongrondverzetbedrijfvos. Like de pagina en kom ook, volg ons ook op Instagram, loongrondverzetbedrijfvos. En dan komt het allemaal wel weer goed. Als ik binnen 1, 2, 3, en we zijn nu op de boerderij. Kijk eens, voor je kijken, komen ze zo aan. Oh, ze gaan die kant op, ze gaan er maar niet hierheen. Jawel. Waar gaan ze? Ze gaan spiegelen. Oh, mooi. Maar Arjan had ze laatst toch ook al gezien daar? Ja, dat is één. Kijk eens, Jesse. Twee. Kijk eens. Eén. Hoekje. Twee. Ze gaan in die bos toe. Eén, twee, drie. Kijk eens. 5, 6. Oh, dat hadden net iets later moeten zijn, dus. Ah. Ah, ze zijn... Oh, we zijn nu in de bos. We gaan overal. En, ja, we gaan ook beginnen met het ophalen van het hout. En dan gaan we beginnen met een oude band en dan worden we ook echt goed bezig. Dan gaan we nog zo keren.
neerzet. We zijn al in het bos bezig met houden aan de hand, ik zal hem laten zien. We kunnen niet veel meenemen omdat het gewoon te zwaar is om alleen te tillen. Dus we moeten maar even kijken hoe we dat gaan uitpakken. Ja. Dit is het bos. Wat vogels. Daarachter is ook nog wat landerijen van ons bij. Je hoort inderdaad koeien. Daar komt die kant vandaan. Zullen we waar de trek naartoe reist. Nou, dit ben hout. Ja. Dat moet allemaal met ons mee. Ja, er zit gewoon een hele zware stuk tussen. Zoals dit. Zware jongen. Tuurlijk niet in één job. Misschien wel niet met z'n tweeën. Misschien wel met z'n drieën moet je hebben. Ja, de koeien gaan grondig tekeer. Mooi zo, hè? Beetje in bos. Zo met plus. Het is godverdomme warm, joh. Ja, wij gaan terug. We hebben een bakje volgeladen. Die professor is vastgemaakt, want die hele spaanman wil niet meer meewerken. Dus. Zo, we zijn weer op de boerderij. Ja, wat hout opgehaald. Ga ik eens even kijken hoe dat zit met achter. Of dat een beetje gangbaar is. Want als het niet gangbaar is, dan moeten we een oplossing bedenken dat wij het eventueel gaan aanstrijken. Dus we gaan eventjes spelen in de modder. Pardon. De balen werd ook goed opgeborgen. Vorige week geprobeerd, maar het wilde mij niet echt lukken. En ze staan dan mooi opgestapeld. Ik denk dat het nog wel een beetje meevalt met de modder. Ja, het valt op zich nog wel redelijk mee vergeleken met vorige week. Want vorige week vrijdag was het nog toch wel als het ware een beetje blubberig. Maar het is nu eigenlijk helemaal niet het geval, want dan ben ik gewoon stevig tegen elkaar aan. Ik ga zo de hout maar eens moeten uitlaan. Nou, achter mij, dus ik ga de camera eventjes draaien, staan er pinken. Ik ben nu lekker buurt, nou, niet op het glas, maar op het, zandgedeelte eigenlijk. Ja, je moet maar een keer wat bedenken misschien. Kijk hoe dat is met de mais. Daar ben ik wel in benieuwd naar hoe het mais er nu uit ziet. Want het is warm. Dat betekent eigenlijk als het ware heel slecht voor het mais. Want het mais die gaat dan broeien. En als het gaat broeien, dan krijg je een beetje schimmel. Nou, dat is ook niet de bedoeling. Maar kijk. Dit is mais. Koolvoer. En als we even hier naar beneden gaan kijken. En volgens mij zag ik een beetje even schimmel. Wat kan ik laten zien? Nou, dat ligt er niet echt. Soms is het eruit gehaald. Nou, dat is me goed ook. Want...
gaan allemaal meisjes voeren. We hebben net hoop gehaald. We hebben niet kunnen filmen, want het was een beetje zwaar om te filmen. Maar dat is een beetje lastig. We gaan nou meisjes voeren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Ciao!